concludeert de parlementaire ondervragingscommissie vandaag na onderzoek. In februari werden verschillende getuigen gehoord over een verband tussen buitenlandse geldschieters en streng religieuze stromingen in Nederland. Dat is zorgelijk, omdat het natuurlijk effect heeft op moskeegangers en hun kinderen in Nederland. Wanneer met geld uit het buitenland een boodschap van onvrijheid en onverdraagzaamheid hier wortel kan schieten. We hebben gezien dat al die moskeeën, bijvoorbeeld uit Turkije, dat die gewoon instructies krijgen uit Turkije. Maar wij vinden niet dat je continu op die moskeeën moet blijven drukken en vervolgens ook nog moet gaan overwegen om die hun grondwettelijke vrijheid in te perken. Ja, omdat dat uit die incidenten zou moeten blijken. Mevrouw Yücel, u bent destijds ook ondervraagd. Wat zijn voor u de belangrijkste conclusies in het rapport? Er staat eigenlijk niet zo heel veel nieuws in. In die zin, mensen die zich op dit onderwerp al eerder hebben uitgelaten over dit onderwerp, die weten al dat dit, de beïnvloeding vanuit onvrije landen, al jarenlang gaande is. En niet zo'n beetje ook. Op een hele professionele manier. Ze hebben zich overal al genesteld in de samenleving. Ja. Kinderen, onze kinderen, moslimkinderen, zijn daar al aan onderworpen. In veel te grote mate. Het echte nieuws vandaag is dat Nederland nu ook met zo'n gezaghebbend rapport ook kennis kan nemen van de omvang van het probleem. Dat we echt een groot probleem hebben. Ja. En dat we er iets mee moeten. Dus toch heel belangrijk wat er vandaag... Heel belangrijk. Het is een eerste stap. Ik vind ook echt nogmaals complimenten aan de commissie dat ze het eindelijk hebben opgepakt. Maar dit is nog maar het begin. Dit is echt, zoals Pieter Omtzigt net al aangaf, als je het hebt over wat de overheid moet doen en hoe wij willen samenleven, over de meest fundamentele zaken in ons land, dan moet je dit probleem nu echt oppakken en onze kinderen beschermen van giftige denkbeelden die geïndoctrineerd worden. Ja. Want dat is nu gaande. Meneer Bouarou, u bent ook ondervraagd. Heeft u nieuwe inzichten gekregen door dit rapport? Nou ja, het rapport was op zich wel conform verwachting, wat ik zo vaststelde. Nou ja, dat er dus, dat er ongewenste financieringen zijn uit het buitenland. Nou ja, dat, op zich is dat iets wat we al wisten. Ja. Het is natuurlijk wel een lijvig rapport. 240 pagina's was het, dus ik heb het niet heel grondig door kunnen nemen. Maar wat ik wel heb vastgesteld is dat er zeg maar niet echt conclusies zijn getrokken, maar meer alle verhoren, zeg maar allerlei aanbevelingen, die zijn allemaal gebundeld. En het is nu aan de politiek om daar iets van te gaan vinden. Wat ik in ieder geval, er zijn twee zaken die mij heel erg opvallen de afgelopen maanden eigenlijk al. En dat is eigenlijk de toon, zeg maar, die er is geweest ten overstaan van de commissie. Daar was ik niet zo blij mee. Ik merk wat het doet na de periode, dus na de periode POCOP binnen de moslimgemeenschap. Wat bedoelt u dan met die toon? Nou, ik kreeg heel vaak te horen dat moslims in Nederland zeg maar in beklaagde bankjes zaten. En ik denk dat het, wat jij net ook al zegt, dat er hele belangrijke zaken zijn die we moeten oplossen in het land. Maar dat we wel moeten uitkijken. We hebben het hier over 1 miljoen, we hebben 1 miljoen moslims in Nederland. En dat is een volwaardige, zeer belangrijke onderdeel van de samenleving. En wij moeten het samen gaan doen. Want ik heb er zelf geen geloof in dat de overheid het zelf kan oplossen. Misschien dat zullen we dadelijk wel over hebben. Maar ik miste zeg maar de juiste toon. Is wel iets wat ik... Is dit nou een rapport waarmee ook u in de eigen gemeenschap, waarmee de goede moskees, zeg maar, de slechte moskees kunnen confronteren en elkaar eigenlijk gaan corrigeren? Ja, nou, er zijn een aantal aanbevelingen dus gedaan. Die heb ik zelf ook gedaan. Bijvoorbeeld als het gaat bijvoorbeeld over een alternatief geluid tegenover dus het radicale geluid stellen. Dat is gewoon hartstikke belangrijk, want daar maak ik me juist heel erg veel zorgen over. Dat is in Nederland. Als we het hebben over buitenlandse ongewenste financiering, en als het dan echt ongewenst is, dat is ook iets wat we nog moeten definiëren, maar dan is dat gewoon niet goed. Dus daar moet transparantie in gaan komen. En dat kan ook. Dat kan echt. Ook met de moslimgemeenschap samen. Dus ik denk dat we vooral proportioneel moeten gaan reageren op het probleem. Dus elk incident is er gewoon één te veel. En dat is, want het kan echt, wat jij net ook al zegt, het is gif die je dan plant in zo'n kind. Maar ik vind wel dat we wel moeten opletten dat we niet met allerlei paardenmiddelen, dus allerlei grote, ik zag verboden,
Dat soort zaken allemaal. Daar moeten we wel mee oppassen. Nou, ik denk dat het heel belangrijk is om te blijven benadrukken bij iedere stap die je neemt. En ieder moment dat je erop een uitspraak over doet, dat je benadrukt dat dit niet gaat over de vrijheid van godsdienst. Ja. Juist om de moslimgemeenschap ook gerust te stellen. Dit gaat niet over het geloof. Dat heb ik al eerder aangegeven. Dit gaat om antidemocratische denkbeelden. Mm-hmm. Dit gaat om onze democratie ondermijnende activiteiten waar we een damp voor moeten opwerpen. Wat gevaarlijk is voor het samenleven, maar nog belangrijker, wat gevaarlijk is voor alle kansen van al die moslimjongeren die hieraan onderworpen worden. Want daar maak ik me zorgen over. Een jongere die opgroeit, gevormd wordt vanuit denkbeelden dat de ander een vijand is. Dat afvalligheid, dat daar een doodstraf op staat. Dat meisjes besneden mogen worden. Een jongere die zo opgroeit en die ook tegenover andere Nederlandse medeburgers opgooit, daar tegenover wordt gezet met haatzaaiende denkbeelden. Dat gaat toch niet goed? Nee, zo'n jongere, zo'n kind wordt toch niet kansrijk in deze situatie? Maar dat is wel als we even weten hoeveel moskeeën we dan daadwerkelijk hebben, want dat werkt mij nog niet per se duidelijk uit dat rapport. Hoeveel van de moskeeën nou daadwerkelijk dit is ontdekt? Nou, het probleem is dat deze instellingen en die financiers, die zijn niet transparant. En als je als instelling al schimmigheid en transparantie om jouw muren heen bouwt, dan moeten al hele grote alarmbellen afgaan. Hè? Ja, maar dat verhoudt zich niet met een democratie waarbij je moet kunnen verantwoorden. Ze zijn met kinderen bezig. Maar misschien heeft u een idee hoeveel procent van de moskeeën dit soort dingen dan gaande is? Precies, we praten over ongeveer 500 moskeeën in Nederland. En het gaat hier ergens over 15 moskeeën waar dan financiering gepaard en waarvan een aantal moskeeën waar echt ernstige incidenten zijn geweest. En die moeten ook worden aangepakt. Hè? Dus laten we wel wezen. En daar is dat rapport inderdaad heel goed voor. Maar ik vind wel dat we dat moeten doen met de gemeenschap. En er zijn bijvoorbeeld een aantal, bijvoorbeeld de imamopleiding. Dat is ook zoiets. Dat vind ik zelf een hartstikke belangrijk iets. Kijk, degenen die zijn gefinancierd, die zijn al gefinancierd. Dat zit al in Nederland. Die hebben al invloed. De vraag is dan vervolgens, hoe gaan we daar dan mee om? Bijvoorbeeld de Nederlandse imamopleiding, dat vind ik zelf een hele belangrijk iets. Omdat we telkens zien dat we, als we bijvoorbeeld een prediker of een imam uitnodigen vanuit het buitenland, dat daar dan iets mee is. Die kent de context niet in Nederland. Ja. We praten hier al jaren over, maar we kunnen maar geen beleid maken. We vinden maar geen... Maar die hebben ook niet het belang om kinderen hier goed te laten wortelen, goed te laten samenleven. Ze hebben één belang om hun eigen denkbeelden te indoctrineren, maar ook om die kinderen in hun greep te houden. Om geen buitenlandse predikers meer. Ja, dat is gewoon heel lastig. Dat geldt ook voor... Het rapport is trouwens wel iets wat ik wel vaststelde, was dat er heel vaak over een bepaalde stroming wordt gesproken. Ik denk zelf dat we echt ons wel behoorlijk moeten gaan focussen op ongewenst gedrag. Ja. En iets minder op allerlei stromingen. Ik hoorde allerlei termen waarvan ik dacht ik wist het niet eens dat het allemaal zo zat. Nee. En als dan overheid zich daarmee moet gaan bemoeien, ik vind dat wel creepy. Dus we moeten daar wel mee opletten, vind ik. Er staan in ieder geval 28 mogelijke maatregelen worden er genoemd in het rapport. Dat zijn dan aanbevelingen die door mensen die zijn ondervraagd door de commissie geopperd zijn. Dus het gaat heel verschillend. Het gaat van ondersteuning bij professionele administratie tot het versterken van de weerbaarheid binnen de gemeenschap. Dus het gaat ook van verboden tot binnen de gemeenschap zelf. Welke kant denkt u dat we op moeten? Kunt u bijvoorbeeld vanuit de gemeenschap zelf daar iets mee? Ja, zeker. Ik denk dat we met de gemeenschap, laten we zeggen, het professionaliseren van moskeebestuur is een belangrijk goed. Dat is iets waar ook de gemeenschap zelf heel erg graag mee aan de bak wil. Ik denk ook dat die imamopleiding die ik net al aanstipte, dat is echt een heel belangrijk gegeven. Want daar kunnen we echt heel veel kwalijke invloeden buiten de deur houden, ook qua kwaliteit. Ja. Maar ik denk ook een commissie die zich gaat bezighouden met... Ik ben een moskeevoorzitter en ik krijg een aanvraag binnen. En ik moet binnen 3 maanden, 4 maanden moet ik gewoon met 8 ton of 1 miljoen moet ik op de proppen komen om een gebouw te kunnen betalen. Goed. Ik ben dan heel blij dat ik dan een organisatie tegenover me krijg die dan bereid is om mij te financieren. En ik denk dat dan een commissie moet zijn van, let wel met wie je in zee gaat, wat zijn de voorwaarden en een beetje begeleiding. De commissie die zegt dat dan nu niet, die laat het bij de politiek. U heeft er vertrouwen in dat de politiek die handschoen ook oppakt en dat daadwerkelijk nu deze maatregelen gaat implementeren? Ja, dat moet. Maar gaan ze dat ook daadwerkelijk doen? Want ik begreep van u dat u niet bij heel veel partijen die hoop daarvoor heeft.
Nou, kijk, wat nu aan de orde is, dat beïnvloeding, die vindt nu op een hele professionele manier plaats. Dat is Champions League wat ze spelen. En wat staat daar tegenover? Onze overheid en misschien ook de politiek, die eigenlijk nog amateurvoetbal er tegenover zet. En wij moeten als de wielerweerga hier ons in professionaliseren, dit serieus nemen. Want dit gaat over de veiligheid en over de democratische weerbaarheid ook van de samenleving en ook van kinderen. Dus je moet dit vanuit de overheid, van het ministerie en voor burgemeesters ook lokaal veel meer handvatten en veel meer met wetgeving ook doen om ze meer mogelijkheden te geven om in te grijpen. Tweede, bij onderwijs. Onderwijsinspectie begint nu ook niet zo heel veel bij scholen waar echt foute ideeën worden onderwezen. Maar dan hebben we het over informeel onderwijs, denk ik, hè? Dus informeel bij informeel onderwijs moet je ook pedagogische kwaliteit eisen. Je moet transparantie eisen. Ook bij die instellingen dat ze ook hun jaarverslagen publiceren. Naar mevrouw Bijleveld. Misschien ook wel dat wij onze naïviteit ook echt loslaten. En dat wij hier dat met z'n allen onze schouders ook onderzetten om hier alert op te maken. Het gaat om die kansen van de kinderen. Maar ik denk dat daar mevrouw Justel wel een goed punt heeft. Kijk, Michel Roch zegt ook als voorzitter van een breed samengestelde commissie. Hè? Dus dat is denk ik wel goed om ook aan te geven. Zegt hij, het is absoluut onwenselijk en daar moet wat aan gebeuren. Ja. Als commissie hebben zij gezegd... wij laten dat aan de Kamer om daar verder over te praten en daar te kijken welke oplossingen je wel of niet wilt overnemen. Dat debat zal dan na de zomer eerst met de commissie, neem ik aan, plaatsvinden. En wij moeten er als kabinet ook naar kijken. En geen amateurvoetbal meer spelen. Sowieso is het altijd beter als kabinet om profvoetbal te spelen. Maar daar is mijn collega van Sociale Zaken, Wouter Koolmees, die kijkt er als eerste naar. Maar dit is gewoon absoluut onwenselijk. Het sluit ook aan bij wat ik zie als ik kijk vanuit staatsveiligheidskant, bij wat de NCTV ook in zijn rapporten heeft opgeschreven. Dit is iets wat we niet moeten willen. Wij moeten de waarde van onze eigen land en van onze eigen democratie moeten we verdedigen. Dat ben ik helemaal met mevrouw Jussel eens. En daar moeten we ook met elkaar over durven praten. Maar we moeten het wel echt goed ook benoemen. En dat heeft dit rapport gedaan. Ja. Dus ik ben daar blij mee. Het sluit aan bij wat de NCTV, de Nationale Coördinator Terrorismebestrijding, ook zegt. En wij moeten daar gewoon serieus nu met elkaar oppakken. De bal ligt bij de politiek. Absoluut. Dank jullie wel. We gaan zo praten met minister van Defensie Ank Bijleveld. En twee dappere militairen. Zo dapper dat ze voor hun daden zijn onderscheiden. En met windsurf.